Maurice Evans, een pionier in de filmwereld, werd bijna 30 jaar geleden ereburger van Nijmegen. Waar tot voor kort boekhandel Roeland zat, opende Lux vrijdag ter ere van deze grote Nijmeegse filmmaker de Joris Evenszaal. Op de feestelijke opening werd behalve de nieuwe filmzaal nog een nieuwe ruimte gepresenteerd. Afgelopen vrijdag hebben we twee nieuwe ruimtes van Lux geopend. De Joris Evens Filmzaal, die is hiernaast. Een kleine lieve zaal met 46 stoelen. En deze ruimte, Studio Lux, dat is de cursusruimte van Lux. Hier gaan we allerlei soorten educatieprogramma's neerzetten. Talentontwikkeling, verdiepingsprogramma's, vernieuwing. Dus hier doen we dingen met lezingen, met cursussen, met festivals, grote evenementen. En we zijn ongelooflijk blij met deze ruimtes die tot stand zijn gekomen dankzij ondersteuning van de gemeente, het VSB-fonds en een hele hoop donateurs. Ze hebben een hele grote crowdfundingscampagne opgezet en er zijn een heleboel donateurs geweest die wij nu echt zien als een soort ambassadeur van deze ruimtes, die bijgedragen hebben aan de inrichting van deze ruimtes. We hebben zelfs al programma's gehad toen de ruimtes dus eigenlijk nog niet eens helemaal klaar waren. Toen hadden we een soort opleiding, talentontwikkelingstraject voor jonge programmeurs. Dus mensen die straks bij Lux allemaal komen te werken, hopelijk. Die hadden hier een soort opleiding van hoe doe je dat nou? Hoe word je nou een goede programmeur? En er is al een borrel geweest, de popronde is hier al geweest. Dus hier hebben ook al bandjes gespeeld. De bar heeft al volop gedraaid, we hebben cursus hier gehad. Dus het is al volop in werking. En eigenlijk de komende tijd zit het al grotendeels vol. Dit is de Joris Evens filmzaal, de nieuwe filmzaal die we net geopend hebben. En dit hebben wij de Joris Evenszaal genoemd, omdat Joris Evens een hele grote Nederlands filmmaker is, documentairemaker. Die in de vorige eeuw leefde. En hij is geboren in Nijmegen, is ook ereburger van Nijmegen. En we hebben destijds in Cinemariënburg, onze oude locatie, hebben we ook een Joris Evens filmzaaltje gehad, waar hij nog wel zelf bij aanwezig was. Die heeft hij zelf geopend. Dus we hebben dat nu in ere hersteld. En ter ere van de opening van deze zaal hebben we nu ook een expositie met beelden van Joris Evens, van zijn werk en van hemzelf. En we draaien heel veel van zijn films meerdere keren in onder andere dit filmzaaltje.